Dus we gaan testen welke dat hard gekomen was, hè? Eigenlijk dan. 2, 1. De koffie is op. Zie, dit is paniek in Neels ogen. Bob, we zijn naar huis. Wow. Yo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. De eerste week na de paasvakantie. De paasvakantie is dus helemaal afgesloten. Vol experimenten, we hadden keiveel tijd om te experimenteren, keileuk. En uiteraard hebben wij Pasen hier ook keigoed gevierd. Het is Pasen! Dus wij krijgen een paasuitjesbedeling door onze paasbaas. Ja, dat is correct. Dat is correct, hè. Dus iedereen heeft zo mooi op zijn bureau ja, zijn chocolaatje gekregen. Maar... er wordt een beetje met mij gelachen dat ik niet zo groot ben. Want mijn paas. Ja, paaskip is. Staat daar. Ze zien mij hier niet graag. Alsjeblieft. Het is een puur. Het beste. Wij hadden allemaal onze paaseitjes. Dat staat hier nog. Ik heb ze nog niet op. Flink. Wij hebben in de vorige vlog een oproep gedaan om allemaal te raden wie van de twee hard gekookt was. Emiel of Sanay. Ietsje verder in deze vlog worden de drie winnaars van de Gimme Gadgets bekendgemaakt. Dus zeker blijven kijken. Nu, ondertussen in de paasvakantie komen wij ook soms dingen te horen die wij heel graag willen testen, willen checken. Er is een klein spelletje dat wij hier op het bureau bij onze collega's ook getest hebben in de paasvakantie. De lift hier in Technopolis heeft een nieuwe functie. Echt waar? Shit. Ik heb ergens gelezen of gehoord ooit dat als je bladsteen schaar speelt, dat je heel veel kans hebt om te winnen met steen, omdat de meeste mensen schaar doen. En wel omdat je dat als laatste zegt. Bladsteen schaar. Dan blijft dat hangen en dan gaan ze dat doen. We gaan dat testen. Wie gaan we verstoren tijdens een werkdag? Daar is niet aan het werken. Die is niet aan het werken? Daar is niet aan het werken. Oké. Dries, mogen we iets vragen aan u? Heel snel. Heel snel. Wil jij eens even tegen zonnebladsteen schaar spelen? Maar we moeten bladsteen schaar doen. Bladsteen schaar, sowieso. Okay. Hoe noem je dat ander? Schaar. Dat is geen spel. Dat is geen spel. Bladsteen schaar. Bam! Bam! Yes! Het is bladsteen schaar. Ja. Bladsteen schaar. Maar je hebt vaak gedaan. Nu was kiek, maar ik was wel niet aan nadenken. Stop. Plat, steen, schaar. Jullie zijn niet goed. Ik zie Pieter kijken, die wil volgens mij ook deelnemen. Heel graag. Gewoon één keer spelen. Eén keer spelen. Plat, steen, schaar. Bam. Twee. Yes. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Dankjewel. Er komt een uitleg. Mogen wij je even storen nu? Ah ja, Rick. Ja, het is gewoon voor één bladsteen schaar. Plat, steen, schaar. Tjua. Maar die zijn aan het doordenken. Hallo. Wij zijn bezig met weer een diep onderzoek, zoals wij dat altijd doen. Je kent dat, ik heb dat ondertussen wel. Ja. Onderlegde, onderbouwde onderzoeken. Het is voor bladsteen schaar. Oké. Okay. Eén kant bladsteen schaar tegen Zanne. Bladsteen schaar. Oh, wat weet je? Bladsteen schaar. Ja, dat ging gebeuren. Heel veel doen we, ging gebeuren, hè. Ze zitten in onze kop, Sanne. Ze zitten in onze kop. Bladsteen schaar. Yes. Ah, crap. Yes. Dat is iets anders. Evi, genoeg gewerkt. Plat in schaar. Plat in schaar. Jij tegen Zanne. Plat, steen, schaar. Ah, maar heel veel doen, hè. Dat klopt langs ja, volgens mij hebben we een nieuwe theorie. Gewoon altijd papier pakken. Ja, maar dat bestaat niet eens. Plat. Plat, whatever. Plat, papier. Mijn gezicht er. Oké, volgens mij moeten we gewoon binnenkort de vloer eens opgaan en daar tegen honderden mensen gaan plat in scharen. Dus we gaan testen welke dat hard gekomen was, hè? Ja. Ja. Oké, kijk hoe, ik ben vrij zeker dat ik het hard gekookt ben, dus. Ja, ik ook wel. Jij denkt ook dat ik hard gekookt ben? Ja, tuurlijk. Dus. School? Daar gaan we. Ik heb echt schrik. Emile of Sanne? Ik heb sowieso schrik. Dat is verschrikkelijk. 3. Hack it up. 2. 1. Abba. Abba. Wow, jongen, je hebt dat echt geklutst en al. Goed, hè? Zo. Ja. Voilà, ik ben blij. Jij? Zijn je gelukkig? Ja. Ik heb traantjes. Ja, ik weet niet of het eiwit is of tranen, maar er is iets uit mijn ogen aan het komen.
Ik was niet het hardgekookte ei. Ik was het hardgekookte ei. Super bedankt in ieder geval aan iedereen die gecomment heeft. Er waren er heel veel. We moeten 3 winnaars kiezen natuurlijk. Die 3 winnaars met onschuldige hand waren Jelle, El Matti en Beauty Me. Die krijgen 1 van deze 3 gadgets. Maar super, super hard bedankt aan iedereen die nog liked, die erbij komt als abonnee. Super fijn. Zeker blijven doen in de toekomst. Didier, onze veiligheidsman. Oh, magnesiumbrandsteken. Ja, magnesiumbrandsteken. Voilà, we zijn allemaal uitgenodigd bij deze. Als je wat vraagt waarom dat je een metaalbrand niet mag blussen met water, ja, is hier je antwoord. Wow! Awesome! Dat is een lintjes. Hallo. Wow! Goed werk! Woe! Ik ben echt een opleiding. Ik ben een Voilà. Random namiddag in Technopolis. Top! Super zonnige dag hier vandaag in Technopolis. Wij zijn hier allemaal met een heel team daar op de achtergrond verzameld omdat wij een stikstofknal gaan doen hier aan de loskade. We gaan dat voor de allereerste keer doen in een rode vuilbak. De allereerste keer met een deksel erbovenop om eens te kijken wat dat eigenlijk geeft. Dus wij zijn benieuwd. Iedereen die kan zit gehoorbescherming op, is heel belangrijk. Ik ga mij een beetje dichter zetten. Onderweg naar onze Van de Graaf generator, want hij had weer zijn kuren vandaag. Dus ik ben onderweg met Serge van de werkplaats die hem gefixt heeft en met Emile om te testen of de Van de Graaf het terug doet. Spannend. Klinkt al pak luid. Alright, Ja, ik mis hier weer een vriend, want Emile is op dit eigenste moment een gooi aan het doen naar het wereldrecord bij de Red Bull Qualifiers. De jongen die was super zenuwachtig en heeft een hele paasvakantie lang vliegertjes gevouwen en gegooid en gevouwen en gegooid. Onder het motto gooien en plooien en daar heeft hem heel de vakantie volgehouden. Wat moet ik doen? Hey Emile, wat doe je? Oh, je zit geen vliegtuigje aan het vouwen zeker? Nee. Ik ben een planning aan het maken, een dagplanning voor vandaag. Voor al mijn drukke schema's op te schrijven. Amai, goed. En jij plooit dat dan in? Mm-hmm. Als je echt ver wilt gooien, dan moet je er kei hoog kunnen gooien. Want je moet een bepaalde hoek kunnen bereiken. Zakken en dan moet je terug omhoog tippen eigenlijk. Dus ik moet, voilà, hier maar eens komen proberen. Hè. Onze tijdelijke eetzaal tijdens de paasvakantie. John Collins 1. Dat was misschien ondersteboven.
misschien. Maar je hebt ook wel vrijwel, hè? We gaan dan nog eens proberen. Voilà, ik heb vrienden om mee te spelen, dat is al heel plezant. Maar ja, nog geen 40, 50 meter, hè. Blijven oefenen, plooien gooien, plooien gooien. Bij gebrek aan afstand gaan we voor show element. Oh, die was er wel licht door. Echt? Ja. Hé, dat was moeilijk. Dat mijn deel was echt wel... Voilà. Volgende week zien we het resultaat. We zijn super benieuwd. We zijn keihard aan het duimen. Jullie kunnen het blijven volgen uiteraard. Dus zeker blijven abonneren. Dan zie je volgende week het resultaat samen met nog heel veel andere dingen die wij deze week in petto hebben om te filmen. In afwachting daarvan, check ook zeker de video's nog die je nog niet gezien hebt. Misschien of kijk die gewoon nog eens opnieuw. Maakt wel niet uit. Wij zien jullie volgende week. Dankjewel. Zonder de dankjewel. Dankjewel. Joe. We hebben hier in Technopolis een aantal infoschermen hangen. En nu is er mij iets heel raar opgevallen. Wat is dat nu? Denk ik raar. Meet Zanne. Een meter 50, gok ik. Misschien 45. Maar om die nu echt te gaan meten,